Of ze elkaar nog herkennen is maar de vraag. Van een warm weerzien is in ieder geval geen sprake. Voortdurend loopt Erik om een wat grommende Olinka heen, in de hoop dat ze toestemming geeft. Want zo gaat het bij ijsberen. Het mannetje mag pas als zij het goed vindt. En een ijsberin gaat niet over één nacht ijs. Ze bouwt liever eerst wat spanning op. Gisteren zijn Erik en Olinka samengegaan. En toen vonden ze elkaar wel aardig, maar er was nog geen liefde in het spel of zo. En vandaag is er al iets meer aan de hand. Erik die wil wel, Olinka die wil nog niet. Die is er nog niet helemaal klaar voor. Dus ze zijn een beetje met het voorspel bezig, zeg maar. Hoe lang kan dat nog duren? Ja, dat kan een paar dagen duren, maar het kan ook ineens vandaag raak zijn. En als het raak is, is het gelijk goed raak? Als het raak is, dan zijn ze er ook de hele dag zoet mee. Aan Erik zal het in elk geval niet liggen. Hij is ervaren. Al eerder verwekte hij twee kleintjes bij Olinka. En vorig jaar dekte hij in Diergaarde Blijdorp het vrouwtje Tanja. Maar dat leidde niet tot kleintjes. Mocht het deze keer wel lukken, dan is het wel lang wachten op resultaat. Al duurt de zwangerschap zelf maar 6 weken. Als ze inderdaad drachtig wordt, dan wordt eerst wordt die samensmelting bewaard. En dan pas in november, als ze in winterrust gaat, dan gaat het jong zich echt ontwikkelen. En dan worden de jongen ook geboren, dus als de moeder zelf slaapt. De winterslaap van Tanja werd via de webcam massaal door het publiek gevolgd. Toen teleurgesteld dat er geen kleintjes waren, is er nu de hoop voor dit stel. Heel erg leuk, ja. Heel spannend. Maar eigenlijk gebeurt er weinig. Ja, nog wel, hè. Gebeurt er nou maar wat? Dat is voor ons wel leuk om te zien natuurlijk. Als er wat gebeurt, schijnt het wel een dag door te gaan. Oh, dan blijven we hier staan gewoon. Dat maakt niet uit. Overigens gaat de liefde van een man nog altijd door de maag. Want zodra er wat te eten wordt gegeven, dan heeft Erik meer oog voor een lekker visje dan voor Olinka.